In deze film meer aandacht voor Snapseed's drama effect. Het drama effect in Snapseed is een contrastfilter. En je vindt het hier bij het potloodje en dan daar bij drama. En als je daarop klikt zie je al dat er het een en het ander verandert. Zoals je gewend bent bij de filters, heb je een aantal voorinstellingen. Die vind je hieronder. En je hebt natuurlijk de mogelijkheid om het zelf aan te passen. Alleen werkt dit filter iets anders dan normaal gesproken. Normaal gesproken kun je bij je aanpassingen gewoon alles doen wat de voorinstellingen ook doen. En dat gaat helaas bij het drama filter niet. Dus je kunt kiezen voor ja, verschillende drama's, verschillende lichtgroepen of verschillende donkergroepen. En als ik bijvoorbeeld op donker klik, dan zie je dat mijn foto ook veel donkerder wordt. Maar ga ik nou naar aanpassen, dan heb ik daar twee opties. Filtersterkte en verzadiging. Nou, als ik de filtersterkte terughaal naar 0 en de verzadiging ook iets terug verhoog naar het origineel, dan zie je dat mijn foto veel donkerder is dan wat die oorspronkelijk was. Dus de voorinstellingen doen meer dan alleen het filter en de verzadigingen. De twee opties waar je zelf de keuze in hebt. Ik blijf even zitten bij drama 1. Als ik naar aanpassingen ga, dan heb je daar dus twee opties. Filtersterkte bepaalt hoe ver het filter drama wordt toegepast. En het is een soort contrastfilter. Het maakt donkere gebieden ietsjes donkerder en lichtere gebieden ietsjes lichter. Maar het doet het wel op een manier dat het ook een hele andere look krijgt. Een feit is wel, als je veel van het filter toepast, dat de verzadiging ook iets omhoog schiet. Dus die moet je dan zelf weer handmatig omlaag halen tot iets wat vrij is. En op zich werkt dit wel aardig. Ik ga even naar een andere foto over. Dat is deze. En als ik het filter hierop toepas, dan zie je dat mijn lucht niet echt vrij wordt. De lucht wordt eigenlijk allemaal opgedeeld in stroken. Dat heet bending. Nou, en als ik het filter dan gewoon wat zachter toepas. Dan zie je dat dat effect allemaal best wel meevalt. En laat ik in dit geval de verzadiging eens een stukje opschroeven. En het filter nog een klein beetje verder terugzetten. Nou, dan zie je dat dit best wel effect heeft. Je zou eventueel nog de lucht wat uit kunnen smeren, wat zachter kunnen maken. Maar dit is dus de before die we hebben. En dit is de after met het drama-effect. Wil ik nog even een derde foto laten zien tot slot. Dat is dat je echt niet door moet drijven met het dramafilter. Dat is deze koe. Als ik het hier erg op toepas, dan zie je meteen eigenlijk ook het probleem van het filter. Dat is dus wederom die lucht. Het kan eigenlijk niet netjes met blauw omgaan. Dat geeft op zich niet, maar je moet het dus gewoon heel doseren. En ook al schroef je het erg terug, je ziet hier bijvoorbeeld bij het oor of hierboven bij het hoofd dat er toch nog een soort van halo's rondom zitten. En dat is eigenlijk stiekem wel een beetje jammer. Dus die zwarte vlek boven het hoofd, die zou je eigenlijk nog gewoon een keer weg moeten verven. Maar op zich, je kunt het filter dus gewoon behoorlijk goed gebruiken. Ik ga even terug naar de foto met het stadsoverzicht. En ik ga het hier gewoon wat op toepassen. Totdat ik denk, dit is wel aardig. Wil je nu tijdens je filter gewoon um, je oorspronkelijke foto zien. Je hebt hierbovenin een klein icoontje. En als je daar je vinger op houdt, dan ga je terug naar de oorspronkelijke foto. En laat je je vinger weer los, dan ga je terug naar je bewerkte foto. Nou, dit ga ik zo laten. Ik druk gewoon op het vinkje. En het gaat me even niet om de lucht. Want die ga ik natuurlijk hierboven bij de bewerkingen weer uitfilteren. Je hebt hier de... Bewerkingen die je hebt gedaan, en je hebt daar bij drama een klein pijltje zitten, klik je daarop, heb je hier in het midden een masker-optie. En als ik het masker dan aanzet en ik ga gewoon verven over waar ik het filter toegepast wil hebben. Nou, je zou met twee vingers in kunnen zoomen op de foto om dit heel precies te doen. Daar ben ik iets te lui voor, sorry. En ik zet het masker uit, dan zie je dat mijn drama-filter alleen is toegepast op de voorgrond. Dit is bijvoorbeeld de before en dit is de after. Klik ik nu op het vinkje, zou ik nu weer verder kunnen met bijvoorbeeld andere filters. Ik zou bijvoorbeeld nu weer naar afstellen kunnen gaan en ik zou kunnen zeggen van, weet je wat? Ik temper de hooglichten een klein beetje, niet te veel. Ik gooi het contrast nog een klein beetje omhoog en ik gooi de verzadiging bijvoorbeeld eens een aardig eind omhoog. Dan ga ik van dit naar dit. En als je dat vergelijkt met de dus Bijvoorbeeld helemaal mijn originele foto. Dat was deze. En dan zit ik nu hierop. En op zich vind ik hem al een heel stuk fraaier. En zo kun je het dramafilter dus subtiel toepassen. Maar je kunt het ook gewoon echt overdrijven. En je kunt het ook gewoon ja, vet toepassen. Die keuze die laat ik helemaal aan jou. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En doei doei.